geen bekende robot voor mij, maar het team, ik kom er wel enigszins ergens in de verte een beetje bekend voor. Ja, dat klopt. Dit jaar zijn we Blue Max geworden van Maximil en Blue. Dit zijn de mannen van Blue en ik ga helpen de planeet een beetje blauwer te krijgen. Maar kom jij dan ook van die planeet of ben je gewoon hier op aarde erbij gesteld? Nee, ik ben gewoon overgelopen naar hun. Ik wil graag dat het hier weer blauw wordt. En wat kan die? Hij heeft een tiller. Dus hij kan hun optillen en in de put gooien. Hij is eigenlijk helemaal opnieuw opgebouwd. Het enige is, de wielen zijn nog dezelfde. En tevreden? Niet helemaal, want ik had er eigenlijk een kettingzaagmotor in willen hebben. Maar? Maar dat heeft toch nog wel wat onzekerheden en ik was te laat om die echt helemaal naar tevredenheid op te lossen. Dus nu zit er een elektromotor in. Dat is wel een beetje jammer. Heb je al een keer een kans gehad? Zou je toch denken dat hij nu perfect moet zijn de tweede keer? Ja. We zullen zien wat hij doet. Kan je hem aan, Blue? Als hij goed werkt wel. Kijk hier het resultaat van het monsterverbond tussen twee robots van het afgelopen seizoen, Maximil en Blue. Ze hebben nog steeds maar één taak voor ogen, zorgen dat alles blauw wordt. Tja, jezelf maanden opsluiten in een schuurtje om een robot draaiende te krijgen, dat begrijp ik nog. Maar volgens mij hebben onze blauwe mannetjes toch net iets te lang in de verflucht gehangen hoor. Wat de robot zelf betreft, het is geen favoriet voor de eindzegen, voorzichtig gezegd. Maar ze hebben er natuurlijk wel een goede act van gemaakt. De robotiers van Pulverizer begrijpen ook heel goed dat Robot Wars een show is. De vriendenclub uit Annapolona heeft eigenlijk maar één drijfveer om mee te doen. Ze houden van slopen. Ze zijn inmiddels gestopt met het tellen van de uren en de uries die ze in het bouwen en aanpassen van de robot hebben gestoken. Maar wat zijn die Elvis pakken cool! Ik vind ze helemaal te gek. Jazeker, en kijk eens, er wordt er nog één gezocht. Death or Alive. Dat moet wel een uit de hand gelopen kroeggrap zijn. Roboteers, stand by. Kijk daar, de blauwe mannetjes en hun spokesman vertegenwoordigen de afdeling apart vandaag en onder de kop. Anders vallen tegenstanders uit Memphis, Tennessee. Psychoot van dienst is Mr. Psycho himself. En hij wordt weer geholpen door niemand minder dan Shunt. Wij zijn er klaar voor. 3, 2, 1. Het tweede gevecht is van start. We beginnen meteen met een prachtig mooi stukje webcam. Pulverizer en Blue Max. We gaan eens even kijken wat dit oplevert. Blue Max natuurlijk met dat vervaarlijke wapen wat wel eens vaak opgezien is met een paar leuke ballonnetjes. Hij heeft ook nog een mooie kogel aan zijn staart hangen. Daarom draait hij net drie rondjes. En dat doet hij nu opnieuw. Maar hij slaat voornamelijk zichzelf voor zijn hersens. Pulverizer gaat in de aanval. Oh, kijk niet zo joh. Ik zeg toch niks. Pulverizer ging in de aanval en volgens mij heeft hij al wel wat schade berokkend. Wat mij nou opvalt is dat er dus twee grote bonken staal tegen elkaar aan het knokken zijn. Waarvan de een heel lieflijk twee ballonnetjes voorop heeft. En die lijken die kapot te krijgen. Het is toch niet te geloven werkelijk. Pulverizer staat stil, maar zijn wapen draait nog steeds. En hij is nog steeds mobiel hoor, jazeker. Het is nogal een sterk gemaakte robot. Want die draaischijf, als die eenmaal op snelheid heeft, dan kan hij best wel wat schade berokkenen volgens mij. Ondanks het feit dat het een elektromotor is in plaats van een kettingzaagmotor. Die was waarschijnlijk net uitgehuurd of uitgeleased of weet ik veel. Blue Max lijkt op de vlucht te gaan. Ik heb het wapen van Blue Max nog niet echt iets zien doen. Ja, behalve dan die kogel, maar daar sloeg hij voornamelijk zichzelf mee. Pulverizer gaat in de aanval en kijk eens even, hij flipt Blue Max op zijn achterkantje. En zo te zien heeft Blue Max niet echt een wapen of een mechanisme waardoor hij zichzelf weer overeind kan zetten. Misschien met het wapen, maar dat wapen blijkt niet te werken. Elvis is going strong, return to center, goodbye Blue Max. Ik denk dat het afgelopen is. De refbot is aan het tellen, we zijn inmiddels op 5 seconden voor het einde van dit gevecht. En dan zal Blue Max toch echt het onderspit gaan delven. Ik denk dat hij de pit ingaat of helemaal aan elkaar gerast wordt. 10 seconden, gevecht over. Winnaar is Pulverizer. En ja, we gaan kijken hoe Blue Max vakkundig door Mr. Psycho en Shunt uit elkaar gerost gaat worden. Want dat gaat gebeuren, daar kun je zeker van zijn. Kijk daar voorop een heel klein leuk... Ja, boem. Daar waar die hamer van Psycho nu landt. Een heel leuk klein wieltje van een soort... Nou, wat is het? Een soort zo'n bureau-la wieltje. De pit wordt geopend door Shunt. En daar zal Blue Max in gaan verdwijnen. Waarschijnlijk door toedoen van Mr. Psycho. We gaan hem eerst nog even aan elkaar slijpen. Ja, er is nog niet genoeg schade brokken, vindt Mr. Psycho en vindt Shunt allebei. We gaan eerst even een stukje eruit slijpen nog. Zodat die robot echt helemaal niets meer kan. Kijk, de vonken vliegen eraf. En dan wordt het tijd om hem toch maar gewoon in de pit te laten verdwijnen. De winnaar is Pulverizer, die ondanks het feit dat het wapen niet helemaal naar de zin van de bouwers was, toch zijn effect heeft gehad. Winnaar is Pulverizer, Elvis lives forever. Kijk niet zo, ik zeg toch niks. En de verliezer is Blue Max. Ja, wat heet een blauwtje lopen, daar vlogen de stukken vanaf. Ze kunnen terug naar huis. Blue Max heeft verloren en de winnaar is Pulverizer.
has just left the building. Applaus voor Pulverizer! Score, zonder meneer Robert is echt score, zonder echt helemaal wekker.